Hallo allemaal. Ik ben nog eens terug met een filmpje. Het zijn wel gekke tijden nu met corona. Mijn workshops liggen helemaal plat. Ik zie zo weinig mensen om nog te knutselen. Maar ik probeer toch nog via het YouTube-kanaal of via Facebook af en toe eens een filmpje te posten. Om jullie een beetje inspiratie te geven, hè. Vandaag hebben we inspiratie weer in de Bullet Journal. Ik ben al dat is eigenlijk al iets waar ik op aan broeien ben lang voor corona, maar nu valt het nog wat meer op. Productiviteit, hè. Ik heb heel veel dagen, en ik denk, ik zal wel niet alleen zijn, heel veel dagen dat ik gewoon zoiets heb van, oh, wat heb ik eigenlijk gedaan vandaag? Je hebt de hele dag bezig geweest, je hebt van alles gedaan en toch niet gevoeld dat je iets gedaan hebt. Dus heb ik er wel op zitten te broeden om de pagina in de Bullet Journal te maken om mijn productiviteit wat bij te houden. Een productivity tracker. Dus dat ga ik jullie vandaag laten zien. Mijn productivity tracker. We gaan erin duiken, hè? Zo, dit is mijn bullet journal van dit jaar en dit is de productivity tracker die ik maakte. Dus ja, zoals je ziet, het is er nog eentje voor oktober. We zijn ondertussen al de 20ste oktober. Daar gaat heel wat leeg blijven, maar ja, alles heeft een begin ergens nodig, hè? Dus wat heb ik gedaan? Ik heb een kader gemaakt met alle dagen van de maand en met heel veel vakjes. De bedoeling is om in die vakjes een verwijzing te maken naar iets wat ik die dag heb gedaan. Dus in mijn geval heb ik nu tekeningetjes gekozen. Dat kan ook een kort stopwoordje zijn, dat kan een letter zijn, dat kan een getal zijn, dat kan een kleur zijn. Dat kan eigenlijk, ja, gelijk je een gewone tracker doet, dat je zegt bijvoorbeeld, ik heb in het huishouden gewerkt, dat kleur ik blauw. Ik heb in de tuin gewerkt, dat kleur ik groen. Ik ben op mijn werk geweest, dat kleur ik rood. Dat gaat ook perfect, hè? Ik heb ervoor gekozen om tekeningetjes te maken, omdat ik die wat kan aanpassen. Omdat ik naar mijn idee heel veel tekeningetjes uiteindelijk ga gebruiken. Ik heb er al een deel gemaakt, die heb ik op mijn volgende blad. Heb ik al wat tekeningetjes, zo de meest courante, bedacht, zal ik maar zeggen. Die ik dan ook heel regelmatig opnieuw zal gebruiken. En daar gaan er uiteraard nog bij komen, hè. Er zijn ook heel veel dingen die je niet zo heel dikwijls doet. Maar die kunnen nog bijgevuld worden. Dat is allemaal geen probleem. Dus om nu een voorbeeld te geven. Mijn huishouden. Hier heb ik een huisje getekend. En de bedoeling is dat ik bijvoorbeeld een huisje teken met de C. Dat is Kasper zijn kamer. Met de E heb ik Ella haar kamer gedaan. Ik schrijf daar BK en dan heb ik de badkamer gepoetst. Zo ergens voor de was, het teken van de was, een strijkijzertje, een stofzuiger. Zo die dingen allemaal heb ik zo een eigen tekentje te ge gegeven. Omdat ik niet, als ik nu bijvoorbeeld gewoon een tekening zou zeggen van ik heb gepoetst vandaag. Ja goed, dan kan dat één tekeningsje zijn waar ik een hele dag mee bezig ben geweest. En voor mezelf is het leuker dat ik mijn lijntje een beetje kan vullen, dan dat ik zo daar één tekeningetje heb staan waar dan mijn hele dag mee gevuld is. Ik weet niet of je goed begrijpt wat ik bedoel. Ik heb graag dat ik zie dat ik een hele dag ook effectief iets gedaan heb. Dus als ik dan kan tekenen een huisje, een huisje, een huisje, een huisje met elke keer verschillende letters, dat is voor mijn motivatie veel leuker. Dus ja, voilà. Dat is mijn productiviteitstracker. Ik vermoed dat er nog wel mensen zijn die dat bijhouden. Ik hoor het graag. Of op Facebook, of in de reacties bij YouTube, of weet ik veel waar, of Instagram. Laat mij weten, hoe doen jullie dit? Hoe houden jullie productiviteit bij? En ideeën voor tekeningetjes of nog meer items zijn altijd welkom natuurlijk. Ik hoop dat jullie er iets aan hebben. En dat was mijn bulletpagina voor vandaag. Tot de volgende, zeker. Daag!